Intussen iets wat gaande is, waar je twee, drie weken geleden genoeg over hoorde, nu niks meer. De situatie in Peru. Je zou denken dat de crisis is afgelopen, want het is niet meer op de televisie, maar niets is minder waar. Castillo probeerde niet een staatsgreep te plegen. Hij probeerde er eentje te voorkomen. Hij maakte gebruik van zijn presidentiële autoriteit, die hij volgens de grondwet heeft om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen af te roepen. Vervolgens had het al ontbonden parlement gestemd om hem. Af te zetten. Wat niet kan, want ze waren ontbonden. Maar het leger is erin meegegaan. De politie is erin meegegaan, ze hebben hem gearresteerd. Wat dus middels fysiek geweld, de president verwijderen is door een op dat moment illegitieme autoriteit. En met nog meer fysiek geweld, dat nieuwe regime, wat het is, in stand houden. En er zijn sindsdien continu demonstraties geweest van met name de bevolking buiten de hoofdstad. Daar zie je denk ik ook wel een vage parallel met wat we hier in Nederland hebben natuurlijk. Dat je de randstad hebt in de rest van Nederland. En de rest van Nederland die denkt wel eens, hallo, wij zijn er ook nog. Uh, worden wij vergeten of doen wij er nog toe? Of moet je naar de randstad om iets te betekenen? Nou, in Peru heb je Lima, waar de hoger opgeleide, rijkere, meer elitaire bevolkingsgroepen wonen. En buiten Lima heb je meer van de inheemse bevolking, meer arbeidersklasse, armer. En zij zijn nooit echt gerepresenteerd geweest in het politieke systeem van Peru. De eerste president die uit deze bevolkingsgroep kwam, was Pedro Castillo. Dus deze mensen die zijn ook begrijpelijkerwijs best wel verontwaardigd over het op deze manier ver, ja, verwijderen van de enige president die ooit uit hun bevolkingsgroep. Aan de macht is geweest, die hun gedeelte van het land, wat altijd is vergeten, representeerde. Dus er zijn continu demonstraties geweest tegen wat Riers gebeurt. En daarbij wordt helaas ook geweld gebruikt. Niet door de demonstranten, maar door de politie. Er zijn al tientallen demonstranten vermoord door de politie nadat de politie. Namens de regering, die dus op illegitieme wijze de macht heeft gegrepen. Horen we daar iets over? Zien we dat terug op Nieuwshuur of op de voorpagina van de Volkskrant? Nee. Maar inmiddels zijn er 47 mensen vermoord door de politie. Nul mensen aan de kant van de politie zijn vermoord. Dus het gaat hier puur om geweld van de politie tegenover demonstranten. Demonstraties die, uh, zijn dus door het hele land gaande. En er, er is ook een staking afgekondigd door de vakbonden in Peru. Ze proberen middels een algemene staking het koerregime regime te dwingen af te treden. en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. of Pedro Castillo weer te herstellen als president. En een van de belangrijkste redenen waarom dit heel belangrijk is. en waarom dit ook voor de wereldeconomie relevant is. Peru heeft veel lithium en koper. En nou. zowel lithium als koper zijn essentieel voor de technologie van de toekomst voor elektrificering van vervoer. Lithium is nodig voor het maken van batterijen, koper voor het maken van bekabeling en elektromotoren et cetera. Dus daarom is Peru van groot belang. En in de grondwet van Peru is vastgelegd dat de grondstoffen privaat zijn, dat die geprivatiseerd zijn. En eens in de zoveel tijd worden er contracten voor het ontginnen daarvan uitgeschreven. En binnenkort lopen er een heleboel van die contracten af. Nou heeft het uh, Koerregime gezegd: we gaan inderdaad vervroegde verkiezingen houden, namelijk april 2024. Dat is technisch gezien vervroegd, want anders zou het in 2025 of 2026 zijn geweest. Maar ja, oké, okay, dat betekent niet zoveel. De reden dat dat belangrijk is, is omdat daarvoor een heleboel contracten die nu lopen aflopen en verlengd moeten worden. En op deze manier worden deze contracten verlengd na de verkiezingen. Dus kan dit regime bepalen wie die rechten krijgt. En daarmee blijven de grondstoffen van Peru in handen van dezelfde ontginningsbedrijven die nu ook nog steeds het meer, meer een deel belang hebben in de ontginning in Peru en die banden hebben met wederom de Westerse banken. Amerikaanse financiële instellingen met ja. name. Dus dat, dat is ook waar de winsten naartoe gaan dan? Ja, en dat is waar het strategische voordeel van het bezitten van deze koperproductie, die steeds belangrijker wordt, naartoe gaat. Uh, nu de petrodollar, dus dat oliehandel in dollars plaatsvindt, afneemt en Saudi-Arabië daar minder achter staat, zal ook de poging om op andere vormen van energie over te gaan versnellen. En dus ook pogingen om dat te controleren, dus dan zal je de, weet ik veel, de koper dollar of zo mogelijk krijgen, iets in die strekking. Maar wat ook heel tekenend is, is dat de VS, nadat deze staatsgreep is gepleegd, heeft de ambassade gezegd dat ze, hier staat het, ambassadeur Lisa Kenna, die dus een CIA-veteraan is, dat de VS 8 miljoen dollar aan steun geeft aan Peru, specifiek waarvoor? Min meer voor het voeren van de drugsoorlog. Hm. Maar hoe wordt dat gevoerd? Door coca-plantages te vernietigen, waar speciale eenheden in de politie van worden bewapend. Dus wat er hier gebeurt, is dat de VS de politie van Peru bewapend, terwijl er enorme demonstraties tegen de regering zijn, die met geweld worden neergeslagen door de politie van Peru. Maar dit werd relevant geacht toen ze het konden framen als. Castillo probeert een staatsgreep te plegen, zijn we al destijds ook ingegaan, dat is juist het omgekeerde van wat er gebeurde. Maar nu dat het coup regime al enkele weken aan de macht is en er continu tegen wordt gedemonstreerd en er continu demonstranten worden vermoord, horen we er niks meer over. Vorige week hadden we het er al over, er is zowaar een NOS-artikel gekomen over de situatie hier. En een aantal van de onjuiste claims die in het verleden zijn gedaan over wie er precies een staatsgreep tegen wie heeft gepleegd, die zijn hierbij niet gerectificeerd. Dus dat is jammer. Verrassend. Dat klinkt uh, als uh, de, opnieuw de installatie van een fascistisch regime in Zuid-Amerika door de VS. <laughs> Letterlijk wat het, wat het zou zijn, toch? Nu, wat het eigenlijk nu al is? Ja. Er zijn inmiddels dus al 60 demonstranten vermoord. En nou, op zich kunnen we hier mooi zien hoe dat wordt geframed. In de Peruanse hoofdstad Lima is een demonstratie tegen president Boluarte uitgelopen... op rellen en gevechten met de oproerpolitie. Dat is altijd leuk, hè? Dan wordt gezegd, het is uitgelopen tot. Ja, ja, ja. ja. Net als dus, uh... dat werd gezegd van dat het woonprotest Rotterdam... Op magische wijze escaleerde. Ja, alsof het, het ging regenen. Dat gebeurt ook. Gemaakt. En dat er niet menselijke handelingen aan ten te grondslag ligt. Keuze die gemaakt wordt door iemand. Ja, je zou zeggen als je hiermee begint, dat het dan relevant is om de context te benoemen. Want op dit moment waren er 50 doden gevallen bij de protesten, waarvan 50 aan de kant van de demonstranten. Dat zou je iets moeten zeggen over de symmetrie van het geweld. En waarschijnlijk ook de aanstiger van het geweld. Want als jij de enige kant bent die verliezen leidt, die gewoon wordt uitgemoord, is het nooit in je belang om het tot geweld te laten escaleren. Waarom zou je? Dat is een ongelijke strijd, ja. Dan is het juist in je belang om het vredig te houden, zodat je misschien niet in de vorm van grof geweld de overhand hebt, maar wel in de vorm van... Aantallen en daarmee druk. Dus wanneer het tot geweld overgaat. dan kan dat er juist toe leiden. dat de beweging uit elkaar wordt gedreven. Dus het idee dat de demonstranten hier degene zijn. of tenminste dat het in het midden te laten is. en dat het aantal. het feit dat er doden zijn gevallen. het feit dat die allemaal zijn vermoord door de politie. stuk voor stuk. wordt gewoon geheel buiten beschouwing gelaten. Misschien komt het later nog terug in het artikel in enige vorm, maar met name als je dit zo stelt, er is geweld ontstaan, lijkt het mij je plicht als je mensen wil uitleggen wat er gaande is, om deze context te vertellen. En als je dus mensen wil, van mensen wil verhullen wat er gaande is, dan is het dus je plicht om die context weg te laten. En dat doen ze goed. Volgens de politie deden er zo'n 3500 actievoerders mee aan de demonstratie. Maar andere aanwezigen zeggen dat het er twee keer zoveel waren. De demonstranten probeerden het parlementsgebouw en andere regeringsgebouwen te bereiken, maar werden daarbij tegengehouden door de politie. Oké. Okay. Dan geven ze daarna wel context, inderdaad. Ook elders in het Zuid-Amerikaanse land vonden protesten plaats. Oké, okay. dit is feitelijk onjuist. Dit moet vinden zijn. Door het hele land heen, met name buiten de uh, hoofdstad is een soort van algemene staking gaande. In sommige gebieden wordt daar meer mee gedaan dan andere gebieden, maar de verwoording hier probeert het ook weer enigszins te niet te doen. In het zuidelijke Rekipa, de tweede stad van het land, probeerde een groep demonstranten het vliegveld te bestormen, bezetten. Dat is een kwestie van infrastructuur bezetten, wat niet ongewoon is bij een algemene staking. De actievoerders eisen het vertrek van president Beloerte, die vorige maand aan de macht kwam na het gedwongen vertrek van haar linkse voorganger Castillo. Gedwongen vertrek is een hele interessante manier om arrestatie te zeggen. Want hij is niet gedwongen te vertrokken. Hij is afgezet door een parlement dat was ontbonden, wat dus niet de mogelijkheid heeft, constitutioneel gezien, om hem af te zetten. En is vervolgens gearresteerd. Terwijl die zogenaamd een staatsgreep aan het plegen was zonder steun van ook maar één institutie. Je moet toch minstens als je een staatsgreep pleegt: ofwel poli de politie, ofwel het leger. ofwel een, een dermate grote beweging van mensen die bepaalde cruciale punten bezet. om die macht daadwerkelijk institutioneel over te nemen. Uh, dat heb je minstens nodig om er een staatsgreep van te maken. Dus een, een gedwongen vertrek is een eigenaardige verwoording. Die probeerde het parlement te ontbinden om per decreet te regeren. Hoezo om per decreet te regeren? De, de grondwet stelt: je ontbindt het parlement wanneer het parlement niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. om het normaal regeringsproces voor te laten gaan. wat zeker aan de hand is. En dan schrijf je nieuwe verkiezingen uit, wat zijn bedoeling was. Wat hij stelde te willen gaan doen. Zet het in een heel ander daglicht. Wordt niet benoemd. Dat mislukte toen het congres zelf Castillo afzette en hem daarna liet arresteren. Alsof dit een soort van strijd is die zich in de instituties heeft afgespeeld. Zo wordt het een beetje neergezet. Maar ik vind het ook raar dat, bedoel, ze hebben een, een presidentieel systeem, zie ik. Dan denk even aan dat die president direct verkozen is. Ja. Dat is toch heel absurd dat je dan een president af kan zetten. Het kan in de VS natuurlijk ook wel, maar dat is, dat is niet met de meerderheid. Wat is het? Wat moet je daar hebben? Tweederde meerderheid? Ja, het is sowieso een heel ander systeem daar. Er, moet, er moeten bepaalde aanklachten zijn ook van wat de reden is dat hij wordt afgezet, dat een president wordt afgezet. Wat ook daadwerkelijk om een wetsovertreding moet gaan. En vervolgens moet de senator ook over stemmen en daar moeten ze dus 60 stemmen hebben. In. Peru is het zo dat ze één parlementaire kamer hebben waar ze met de helft plus één een president kunnen afzetten voor wat ze noemen morele onbekwaamheid. Wat gewoon bete kan betekenen, ik ben het niet eens met hoe je regeert. Ja, dat is wel, klinkt als een slecht systeem. Ja, dus een van de dingen heen. waar Castillo toe opriep was om een soort... Congresachtig lichaam te laten aanstellen, te laten verkiezen dan, om een nieuwe grondwet te schrijven. Want de, de huidige grondwet werkt gewoon niet. Afgelopen twee jaar zijn er vijf presidenten geweest in Peru, omdat het parlement de ene na de andere gewoon kan afzetten. Omdat ze dus heel makkelijk daar genoeg stemmen voor kunnen krijgen. En procedureel kan het allemaal door de beugel eigenlijk. En het wordt gecontroleerd door de partij. Die de partij is van de president uit de jaren 90 die daadwerkelijk een staatsgreep pleegde, die met steun van het leger het parlement ontbond en vervolgens tien jaar lang aan de macht bleef zonder nieuwe verkiezingen te houden. En dan wordt het gedaan alsof Castillo datzelfde zou doen, maar Castillo wordt hier ge, uh, van hem wordt hier gedaan alsof hij per decreet wilde regeren en dus een de facto dictator wilde zijn. En later in dit artikel wordt Fujimori, die dit daadwerkelijk deed, gewoon zonder verdere context een president genoemd. Bij de protesten kwamen tot nu toe minstens 45 mensen om. Iets dat veel actievoerders wijten aan politiegeveld. Hoe zijn ze anders omgekomen dan? Collective suicide? <laughs> de ouderdom. Ja, staan ze daar te demonstreren en opeens vallen ze gewoon om. Dit nee. is toch een krankzinnige verwoording als de politie schiet op mensen. En daar zijn beelden van. Ik heb zelf een filmpje zien langskomen, die kunnen we uiteraard niet afspelen op uh, YouTube. Waarbij de politie, je ziet gewoon letterlijk de politie iemand in zijn hoofd schieten. Dat is natuurlijk een beetje de nos-stilo, uh, toch? Alles wat ze misschien niet helemaal willen erkennen, dat, 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 dat brengen ze dan niet als. Precies. Nieuwsfeit of zo, maar dat leggen ze dan in de mond van iemand. Ja. President Boluarte maakte afgelopen weekend excuses voor de doden. als gevolg van hardhandig optreden van de politie. Doden als gevolg van hardhandig optreden. dat is ook weer een raar, indekkend taalgebruik. Gewoon voor het vermoorden van de demonstranten zouden moeten staan. Ja. En de leider van dit coup-regime erkent dus dat die mensen zijn vermoord door de politie, maar de nos nog niet. Mensen trappen er niet in. Ik zag polls over de. Uh, ik bedoel, Castillo was niet een populaire president omdat hij extreem ineffectief was. Zijn approval rating was zo rond de 35%, 30-35%. Nu heb ik een peiling gezien van hoe populair zij is onder het volk. En dat is eerder rond de 20%. Dus wat betreft democratische legitimiteit, als je dat zo wil uitdrukken, is dit absoluut geen vooruitgang geweest. Het congres, wat Castillo heeft afgezet, is zelfs tot onder de 10% gedaald. Steun van het volk. Veel actievoerders eisen naast nieuwe verkiezingen ook meer maatregelen tegen ongelijkheid en armoede in het land. Ook willen ze een nieuwe grondwet ter vervanging van de grondwet die in de jaren 90 werd ingevoerd door rechtse president. Nee, door koepleider Fujimori. Deze wet is in de ogen van de actievoerders te veel gericht op de belangen van de rijke zakelijke elite in het land. Nou, niet in de ogen van de actievoerders, maar in de letter van de wet. Waar letterlijk grondwettelijk is vastgelegd dat grondstoffen geprivatiseerd zijn en per contract moeten worden uitgeschreven aan wie het mag ontginnen. En dat is een van de redenen waarom het heel relevant is wat er nu gaande is, omdat de datum wordt verkiezingen in april 2024 is, voor de nieuwe verkiezingen. Maar daarvoor zijn al een heleboel belangrijke contracten afgesloten. Dus dat betekent dat het coop mag bepalen wie al die grondstoffen van Peru mag gaan ontginnen. En Peru heeft een heleboel grondstoffen, met name koper. En dan gebeurt dit. Rara zou het wat met elkaar te maken hebben. Misschien is het wel complotdenken, maar het is wel waar. Ja, ja, ja. Dat is wel, als iemand je ooit dat verwijt maakt, moet, kan je dat gewoon zeggen. Ja, dat klopt. Maar het, het is wel <laughs> waar. <laughs> ja, dat is wel nice. Goede comeback is dat. Ja, het is ook zo van, waarom denk je dat mensen met macht en belangen bij elkaar komen om hun belangen te bevorderen? Dat is complotdenken. Waarop ik zou willen zeggen, waarom zouden ze dat in godsnaam niet doen?